Zo, goedemiddag. Ik sta hier voor Aralia Tuincentrum. Oh ja, Wil. Ja, en dan ga ik een foto proberen te maken van de bedrijf. De directeur, Arie. En dat is voor ons krantje Groot Hellevoet. Ondernemer van de week. Dat gaan jullie deze week wel zien. Later. Kijk, Aralia Tuincentrum. Een de bekendste van Hellevoetsluis, maar ook zeker van omstreken. Zo. Prachtig altijd, hè? Je wordt je verwelkomd met een en al groen. Gezelligheid. Mooi hoor. Nou, ik ga Arie proberen op te zoeken. Ik ben op zoek naar Arie van Aralia. Moet lukken. Zo, inmiddels op de N57 richting Brielen nadat ik meneer Arie van Aralia op de foto heb gezet. We hebben een leuk gesprek gehad. Aardige man, altijd al geweest. En nu even naar een nieuwjaarsvoetbalwedstrijd tussen oud en nieuw Brielen. Nou, eerst maar eens kijken of het doorgaat. Ik ben nu onderweg. Later. Hey Brielen. Oud tegen nieuw. Even een fotomomentje, heren. Dat is het jonge spul hier zo, dat kan je zo gelijk al zien, hè? Kijk, daar komen ze hoor, de diehardes. Ze doen net of ze die koud hebben, maar het is sterven koud. Mooi. We gaan zo beginnen. Later. Ik snap het, dit ziet er toch niet uit, wel. Wow. Die organiseert het ook weer. Voorbereidingen. Kerstbomen zijn. Goedemorgen, middag. Nou hè. En koud. Potverdikme jongens. Ah. Kijk. Er komt nog meer voorbereidingen voor de kerstboomverbranding die hopelijk vanavond wel doorgaat. Het is geen grote stapel moet ik zeggen, maar je weet nooit wat er nog komen gaat. Kijk, oh leuk ingangetje hier zeg. Zo. Ik ben enthousiast over de kerstboomverbranding. Jullie ook? Yes.
aardige stapel hoor. Ga je ze nou weer weghalen? Mooi hoor. Zo, de brandweer Hellevoetsluis is zoals elk jaar weer aanwezig om het tot een prachtig mooi stapeltje te maken. En draai ik mij om. Jongens van de brandweer die zeggen dat ik keurig netjes op tijd ben. Nou, dat ben ik ook. Hé, vind ik ook, hè Mario? Laatste maar lessen, maar ik zeg, het is toch wel weer de brandweer Hellevoetsluis die dit mooie stapeltje aan het maken is. Ze staan er gewoon weg weer. Jongen, jongen, jongen. Ik ga een foto van jou maken. De bovenop, ja. Gaat het, mannen? Nee. Oké, hè. Hij wordt weer mooi, die stapel. Hebben we weer zo'n mooie brandgang, net zoals voor? Oh, kijk eens, hé. Wow. Hij is erin liggen, maar mooi. Hé, Peter. Zo. Hij is weer net zo mooi als vorig jaar. Wat zeggen we ervan? Nou, alsjeblieft, hè. Ja, oh, kijk. Wat... Oh, kijk. Oh, kabel. Echt een luchtig ding is dat, hè? Ja. Heb je hem al weer? We zijn in het kader van het nieuwe jaar. Hè. We gaan afvallen. Zeg dus Bart-Jan. Doen we wel lekker luchtig. Nou, vind ik ook. Hele goede inzet. Ja, hè? Goed. Meneer van de gemeente erbij. Ja, zeker. Het gaat goed komen, hè? Ja, zet hem even voor. Ja, net zoals vorig jaar. Het wordt weer een prachtige mooie stapel. Ja. Zo zijn is ongeveer dat. Net zoveel bomen. Oh, wat zei je? Er zijn weer ongeveer net zoveel bomen als vorig jaar. Hoeveel ongeveer? 6000 bomen. Hoeveel? 6000. Wauw, 6000. Ja. Zal ik ze natellen? Huh? Nee, ik geloof jullie. Ja. Niet zwaar, Mario. Nee, hè. Je bent op mijn formaat. Ik wil nu zeggen, wat is dat voor een prachtig mooi stukje, joh. Dat is gewoon nog een echt kerststuk is dit. Dat worden de aansteeklonten, denk ik. Oké, okay. Oh ja. Ja, Bart-Jan, een van de zwoegers van het Korf Hellevoetsluis. Wat zeg je, Bart-Jan? Bij de cursus kerstboomtakken schikken. Oké. Okay. Kijk, zo maak je natuurlijk een huis. Oh ja, je maakt nog een beetje. Oh, kijk dan. Oh, daar gaat wel wat over voor me heen. Ja, mooi. Mooi wel. Zo is dat, Peet. Wat een plas. Let op hoor, daar gaat hij. 1, 2. Joehoe! Kijk. Dat is weer wat anders dan een huisje verbouwen. Ja, dat moet ook gebeuren. Moet ook gebeuren. Nou, het is heel mooi geworden overigens. Ja, dat is echt leuk hoor. Zo. Alle voorbereidingen zijn zo goed als gedaan. Kwart over zeven gaat de fik erin. Het is best wel fris op het Zuidfront. En het wordt natuurlijk weer allemaal weer gesponsord door EID. Hier hebben we toevallig de eigenaar himself. Nou. Goedemiddag, even zo'n groene muts zien. Oh, scherp. Weten. Kijk, daar gaat de jerrycans met brandstof. Nou. Branden gaat hij hoor, hè?
Zeker weten. Is dat limonade? Ben je nou aan het doen? Oh, zat het vast. Zat vast, hè? Oké. Okay. Even die goeie, die komt er ook maar weer op zijn vrije dag. Dat doen. Topper hoor. Hey. Net als de vrijwillige brandweer, dat zijn ook allemaal toppers. Zo is dat. Zo. Mooi afgezet met hekken. Ja. Veiligheid, safety first, hè, heet dat. Zo is het. Hey, vuurtje! Wow! Ze verblinden me die brandweer. Leuk hoor, het wordt al gezellig. Kom Jan, die is er ook altijd bij. Zeg je nog wat of niet? Ja, natuurlijk. Ja, nou wat zeg je dan? Ja, natuurlijk. Nou, wat een commentaar, zeg. Kijk, wordt al lekker druk op de Zuidfront. Allemaal leuke dingen. Oh, ze... Wat hoor ik nou? 375 kerstbomen opgehaald? Ja. Dat is nogal wat. Ja. Dan zeg ik, top gedaan. En wat doen jullie dan? Yeah, oké. Okay. De beste wensen, hè? Ja, tuurlijk joh. Kijk, er is al wat publiek aankomen. Mooi achter de hekjes. Het is gelukkig droog, nog wel. Hatje, zijn jullie er klaar voor? Nou, wij wel hoor, bijna. Het is nog geen 7 uur. Maar dames en heren, hebben jullie het koud? Of hebben jullie trek in een bakje koffie of een warmte? Ja, dat kost weer geld, dus dat doen we niet. Want dit jaar dat kost weer geld. Koffie en thee en warme dranken voor 1 euro. En daarnaast ook nog wat te eten. Zullen we er verder vanavond een feestje van maken? Kijk, hey! Ja, dat begint al goed. DJ die houdt... Oh, nog maar... De helftprocent uit helftprocent. Wow. Oh.
een deel van de vrijwillige brandweer uit Hellevoetsluis die vandaag Veldhoutje Mijl. Ja, oké. Okay. En als jullie van welkom zijn, dames en heren, voor de brandweer Hellevoetsluis. Oh, hoi, hoi. Want die zijn heel de middag bezig geweest om voor ons straks heerlijk die kerstballen in de hand te steken. Ik zou zeggen, heel trots, als jullie er nog zin in hebben, maar dat hebben jullie altijd, om feestje te bouwen. Dames en heren, de Helle Trotter! De brandweer Hellevoetsluis! Nou, het loopt wel lekker vol hier zo. Mooi achter de hekken, niet in de blubber als vorig jaar. Supergoed. Kleine Brugman. Zo, de Helle Trotter, dames en heren. En DJ, heb jij weer even zin? Ja hoor. Dames en heren, alvast even wel. Deze drie laatste kinderen zullen op het podium. En dan gaan we de prijs uitreiken. En dan laten we de burgemeester de bomen in de brand steken. Dit zijn de prijswinnaars van het ophalen van de kerstbomen. Yeah! Weer Luca de Man en Kevin Nederlof. Die hebben blijkbaar heel veel bomen ingezameld. Familie de Jager, Kian Cox, Owen Milan, Tjama Visser, Jara Stoutjesdijk, Elisa van der Leijen, Jurre Westerduin, Owen Milan, dat komt zo ook een keer van, weer Damien Zoe van Schelt, die hebben nog een keer gewonnen. Jip Geuze, weer Tim Geuze, Kian Cox, Tim Geuze, weer, en weer Elisa van der Leijen. Jullie gaan samen met de burgemeester de kerstboom ontsteken. Zover. Ondertussen waren we de prijzen aan het verdelen. En de kerstbomen. Die in 2017 is nog van start gegaan. Ja. We gaan een feestje bouwen. We gaan ons lekker warmen, dames en heren. En de prijswinnaar, die mocht samen met de burgemeester. Zo. Het vuur is ontstoken. De warmte al. Kijk eens wie wat er nou zit. Maar jullie zullen het vanavond absoluut niet koud hebben. Ik voel vanaf hier de man op de hand. Gezellig dat jullie te zijn. Dames en heren, de DJ van vanavond is daar goed van. Mijn naam is Willem. En met de hele helft rotjes aan deze kruisbord. Dus dat komt helemaal goed. DJ zullen we parken en een gezellig plaatje. Zullen we een feestje van bouwen. Wat vinden jullie ervan? Leuk. Leuk? Ja, echt. Ja? Hebben jullie ook iemand gezameld toevallig? Nee. Ik heb wel een kerstboom gehad. Wat zeg je? Ik heb wel een kerstboom gehad. Mooi, heb je goed gedaan. Maar hoe kunnen jullie daar zo blijven staan? Nou, het valt ook niet mee hoor, maar dadelijk mag je ook weer wat dichterbij. Hé mevrouw? Kom maar weer, bro.
Die ken ik. Volgens mij heet die Aida. Ja. Nou, nog een keer. Oh ja, jullie hebben toen bij de containerbrand, hè? Ja. Was top toen. Wanneer komt hij online? Ja, dit is wel een hele grote containerbrand, hè? Maar wanneer komt hij online dan? Hij is al online. Hij is al lang online. Nee, die. Deze morgen. Daar is het minst warm. Ja. Ja. Maar daar staat dan geen hek. Nee, aan de andere kant. Daar is het warm. Ik bekijk je kanaal. Ja, ja. Kijk je de maanverduistering erbij. Wow. Oh, zie de maan. Ja. Kijk het kanaal. Dit, ja? Op mijn kanaal? Leuk. Hoe heet jouw kanaal? En hoe heet jij? Oscar. Oscar die kijkt ook op mijn YouTube kanaal. Top man. Hoe heet u? Ik heet Wil van Balen. Nou. Ja, onthoud dat. Morgen staat hij erop. Onze schoolmeester, meneer Bram van der Haven, ja, met echtgenoot en children. Hey, nou. Willen jullie nog op de camera kijken? Ja, kan wel. Zit ik te branden? Oh, yo. We kijken momenteel op de hittecamera en hij is 632 graden. 632 graden is het vuurtje waar we nu naar kijken. Heet hoor. Zo. Het is bloedje heet, maar wel een mooi vuurtje. Nou, wordt al minder, maar het is nog bloedje heet hoor. Wow. Zo, weer onderweg naar huis. Het was een heel erg geslaagd kerstbomenverbranding. Heel gezellig, lekker druk. En ja, eigenlijk weer nog weer beter dan vorig jaar. Het was echt super. Het liep allemaal vlotjes. Nou, ik wil eigenlijk gewoon iedereen bedanken die dit heb kunnen bewerkstelligen voor onze gemeente Hellevoetsluis. Super. Nou jongens, ik ga verder. En over 5 minuten ben ik thuis. Later! Nou, let hem op. Ik ben hier op de Apollo voor een nieuwjaarsreceptie vanuit de buurt de Vlotbrug waar ik woon. Oh, kijk eens, mijn lieve buurtjes.
Zo, dat was nog eventjes een buurtbijeenkomst op de Apollo. Een nieuwjaarsreceptie. Dus ja, dat had ik beloofd. Dus dan ben ik ook nog even langs geweest. En nu ben ik echt thuis. En dan gaan we lekker het filmpje in elkaar zetten. En dan gaan we voor de rest nog even kijken van deze avond. Lekker genieten. Tot zometeen met de eindvlog. Hoi. Hey. Zal even mijn pet afdoen. Zo, beter hè. Nou, dat was het weer. Uit een dag van Wilm. Nou, het was best wel een eleverend dagje. Hè, met allerlei toch wel weer leuke onderwerpjes. En natuurlijk niet vergeten de kerstboomverbranding. Want die was echt top. Nou, het is nu rondom 9:10. En ik ben nog even langs de Apollo geweest. Wat jullie op het filmpje ook gezien hebben. Ja, dat was natuurlijk nog een nieuwjaarsbijeenkomst van de buurt. Nou, en door onze Roel en zijn vriendin werd het opgeleukt door een stukje muziek. En voor de rest, geweldig toch? Leuke dag, leuke avond. Nou, ik zou zeggen bedankt weer voor het kijken. En voor iedereen straks lekker slapen. Morgen weer gezond op. En ik zeg het natuurlijk. Het is mijn slogan, hè. God loves you all. Later.